Spanje, Barcelona, Catalonia, driemaal hoera. U kent de regio, één van mijn lievelingssteden. Heel veel Vlamingen gaan daar naartoe. Ik kreeg een aantal mails op mijn inettv.online account met mensen die mij de vraag stelden van waarom is er zo weinig aandacht voor wat er gebeurt in Catalonië, in Spanje, in de Vlaamse pers. En ja, ik moet toegeven, ik frons mijn wenkbrauwen ook en er is vrij weinig aandacht in de Vlaamse pers en de Vlaamse media of Belgische media. En waarom is dat? Maar beste vrienden, dat moeten jullie toch al weten. Omdat daar woorden in komen waar België een bloedhekel aan heeft. Namelijk onafhankelijkheid, separatisme, splitsing van het land. Catalonië als onafhankelijke staat. U begrijpt het toch al. Dat heeft ook te maken met de discussie in België. Valt België uit elkaar of niet? Koud water in de staat België. En niet alleen in België, maar ook in Europa, in Brussel, blijft het heel stil. En waarom blijft het daar stil? En dat verontrust mij het meest, die lauwe reacties van leden van de Europese Unie. Namelijk omdat Europa toetert wel in andere richtingen en zegt van wij moeten uitbreiden, de grote staten. Ze mengen zich met alles wat te maken heeft met de deelstaten, de staten, elke wet. Het gros van de wetten in België bijvoorbeeld ook zijn Europese wetten. Die worden toegepast en omgezet. En anderzijds, als dan in de naties, in de landen, er een protest is, en niet alleen in Spanje, je hebt het ook in de Brexit, is een onderdeel daarvan, Schotland. Er zijn 80 gebieden in Europa van culturen die eigenlijk zouden zeggen, wij willen onze soevereine staat, een eigen staat binnen Europa. Europa huivert van die kwestie. Terug naar Catalonië. Helden zijn het. Ik vind het ook helden. Er is ook geen geweld. Dus daarom is de internationale pers een beetje op zoek van wat moeten we brengen, maar waar ze niet omheen kunnen. En dat zie je de afgelopen jaren, kom regelmatig ook in Catalonië, dan zie je toch wel de aanhang die groeit en groeit en groeit en groeit. De mensen gaan massaal de straat op en zeggen wij willen soevereiniteit, wij willen onze onafhankelijke staat. En daarvoor heb ik zeer veel respect. Want mag ik even met de vinger wijzen naar Vlaanderen. De Vlaming komt zo niet de straat op om te zeggen van kijk, we zijn het beu. Volgens een onderzoek met een grote zak zout van de KU Leuven blijkt dat 6% van jullie, van de Vlamingen, geïnteresseerd is in een communautaire kwestie. We willen eigenlijk België niet splitsen. We willen eigenlijk het koningshuis nog wel behouden. We willen maar een eigen staat zien we niet zitten. We zijn met te weinig, we zijn te klein, het Calimero-gevoel. Weet u hoeveel Catalanen er zijn als zij een onafhankelijke staat worden, een republiek, Catalonië? 7 miljoen. Oké, 1 miljoentje meer dan de Vlamingen. 7 miljoen. Want als je dit dan even opzoekt, hè, 7 miljoen, je zegt van Vlaanderen onafhankelijk, te klein, Catalonië onafhankelijk, te klein. Wel, mag ik u er even op wijzen dat er andere cijfers zijn. Als we te klein zouden zijn, ik spreek nu ook even over Catalonië. Met 7 miljoen inwoners zou Catalonië groter zijn, luister goed, dan 13 andere EU-lidstaten, waaronder Bulgarije, Denemarken, Slowakije, Finland, Ierland. Stuk voor stuk landen waarvan niemand vandaag het bestaansrecht ontkent. Als zij het mogen en kunnen, waarom dan niet Catalonië? 7 miljoen meer dan 13 andere EU-lidstaten. Waarom heb ik dit onderwerp naar voren gebracht? Omdat mij daar een aantal, zoals je weet, Talk is de behoeder van de democratie en de vrijheid van meningsuiting, een aantal punten storen. Iedereen in rep en roer, als Erdogan in Turkije zich begint te gedragen als een dictator. Turkije is nog niet Europa. Geen probleem. Kunnen nog wat keffen, maar geen probleem. De Turken hier in België, die vinden Erdogan eigenlijk ook nog een toffe P. Hè? Maar als het in een eigen lidstaat gebeurt, in Spanje, waar een premier vanuit Madrid, die tegen natuurlijk, begrijpelijk, tegen de splitsing is van de Daan, want als de Catalanen beginnen, dan komen de Basken, dan komt Andalusia, dan willen ze allemaal, dan valt Spanje uit elkaar. Dus men houdt zich vast aan die grenzen en het centrale gezag. Maar wat er nu gebeurt in Barcelona, beste vrienden, mensen opsluiten, websites blokkeren, journalisten bedreigen, de premier van Spanje gedraagt zich als een dictator. En de reacties in Brussel en in België, men draait zich om en denkt van, het zal wel overwaaien. Een artikel wat ook mijn aandacht trok in het geval,
op weg naar dat referendum, want daarover gaat het. Men wil gewoon een referendum. Men wil een volk. Het is geen volksraadpleging. Een referendum zegt, oké, moeten we onafhankelijk worden of niet? Namelijk, men zegt daar ook één schot van de Guardia Civil. Dat zegt de Catalaan Pedro Brugada, die de escalatie volgt in Barcelona. Is namelijk, als dat gebeurt, is het hek van de dam. En dan stelt men zich de vraag, wat gaat er dan gebeuren? Met Turkije moeit Europa zich wel. Met Spanje niet. Stel het referendum op 1 oktober zegt van we willen onafhankelijke staat. Dan zou in begin oktober de regering Michel wel eens bijzonder lastige momenten kunnen beleven. Want na dat onafhankelijkheidsreferendum, als het ja-kamp wint, dan zal het Catalaans parlement binnen de 48 uur de onafhankelijkheid uitroepen. En dan komt de vraag. Welke landen zullen die onafhankelijkheid in de schoot van Europa erkennen? Zal België die onafhankelijkheid erkennen? Geef toe, dat is een thriller. Dus spannend. Het Catalaans parlement, even bij de les blijven. Het Catalaans parlement is vergelijkbaar met het Vlaams parlement. Nu stelt u zich misschien de vraag van, kan dit in België ook gebeuren? Nu, binnen de Belgische grondwettelijke structuren kan het Vlaams parlement geen volksraadpleging over de onafhankelijkheid organiseren. Maar, ik heb er lang genoeg gezeten ook, in mijn vorig leven. Dit belet niet dat het Vlaams parlement een voldoende democratische legitimiteit heeft om te beslissen dit toch te doen. Er zijn wel praktische moeilijkheden. Wie droomt van een referendum of een volksraadpleging over de Vlaamse onafhankelijkheid zal botsen op, zoals ook in Spanje, het grondwettelijk hof. In feite is dat een grendel. In andere landen is dat ook het geval. De Catalanen hebben dit ondervonden. En recent botste de onafhankelijkheidsbeweging in Bayern nog op het Bundesverfassungsgericht. Het Spaanse en het Duitse grondwettelijk hof gooien telkenmaal roet in het eten. En dat zouden we in België dus waarschijnlijk ook doen. Maar kan Vlaanderen eensgezind uitroepen tot onafhankelijke staat? Ze zouden het kunnen doen. Alleen al voor de sfeer en de perceptie. Maar natuurlijk, het zal niet makkelijk zijn. Het zal moeilijk zijn. En waarover draait het in vele gevallen? Dan vraagt u zich misschien af, waarom willen die Catalanen plotseling of in al die jaren dan toch hun onafhankelijkheid? In vele gevallen gaat het over geld, beste vrienden. En dat is ook weer vergelijkbaar met wat we in België zien. Namelijk, Catalonië, met Barcelona als belangrijkste centrum, draagt een groot deel van zijn welvaart af aan de veel armere gebieden in Spanje. Hetzelfde geldt voor Schotland trouwens, als we even vergelijken. 90% van de olie- en gasvoorraad van Groot-Brittannië is in Schotland. En Vlaanderen, om de vergelijking door te trekken van het pubergezin er nog eens mee te nemen, met de geldtransfers, onderhoudt het arme Wallonië en het arme Brussel. Of misschien, laten we zeggen, het corrupte Wallonië. Als je ziet wat de PS daar allemaal heeft gedaan, dat het allemaal naar boven komt en het corrupte Brussel. En dat doet Vlaanderen met Wallonië. Dus eigenlijk is het allemaal een beetje vergelijkbaar. Daarom en alleen al daarom vind ik het dat jullie dit allemaal moeten volgen. Maar dat is niet zo moeilijk. Bezoek de internationale websites. Daar zie je veel meer dan in de Belgische pers. En daar zie je ook wel, dat Catalanen vreedzaam naar hun eigen zin gaan. Hun eigen richting. Die Catalaanse onafhankelijke staat. En dat referendum zit daar nu als symbool bovenin. En als een premier. Een beetje vergelijkbaar is dan met onze federale regering. Stel dat onze premier, onze Michel, zou zeggen tegen de Vlamingen van kijk, jullie willen een volksraadpleging of een referendum of jullie roepen Vlaanderen uit. Ik treed daarop, ik stuur de politie op u af. Ik pak u op, politici oppakken, voorzitters oppakken. Dat is toch niet zo democratisch. Dat zijn Erdogan-trukken. Binnen Europa. En daarom vind ik dat dit onderwerp aandacht nodig heeft. Waarom zou je zeggen van kijk, het loopt toch goed zo nu, afrondend. Waarom wil je Vlaanderen onafhankelijk? Waarom wil je Wallonië? Brussel, wat doen we daarmee? Is België niet goed genoeg? Als je het heel nuchter bekijkt, België is een samenvoegsel geweest, een samenstelling. Als je een soeverein Vlaanderen wil dat beter kan zorgen voor de inwoners dan de Belgische structuur dat nu doet, dan moet Vlaanderen meer staat worden. Want een staat is het eigenlijk al. Vlaanderen is een deelstaat.
maar nog meer staat. En dan moet Vlaanderen ook meer onafhankelijk worden. Want helemaal onafhankelijk zou je eigenlijk niet kunnen doen. Want je hangt nog altijd wel ergens af van een structuur. Al is het Europa en dergelijke meer. En waarom zouden we in Vlaanderen zo gevoelig moeten zijn voor de verzuchtingen van de Catalanen en de terechte frustratie die ze hebben tegenover het regime in Madrid? Omdat dat een situatie is die doet denken aan een bepaalde soort Franstalige, Belgische nationalisme dat ruim een eeuw lang erop uit was de aanwezigheid van het Nederlands in België uit te roeien. Maar dat is niet gelukt. Dus alleen daarom zou je eigenlijk de Catalanen moeten steunen. Denk daar maar eens over na. Met de HospiPlus-kaart van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds moet je geen zorgen maken over ziekenhuisfacturen of voorschotten, zodat je al je aandacht kan richten op je herstel. Ontdek meer voordelen op vnz.be.